Mijn naam is Jesse van Velsen. Ik ben hier voor een organisatie genaamd Youth Peace Initiative. Het is een kleine organisatie die in Den Haag gelokaliseerd is. Dus 5 jaar geleden is het begonnen. En de organisatie heeft als doel om jongeren in conflictgebieden of post-conflictgebieden bijeen te brengen van beide kanten. En samen naar een meer solution-based proces te gaan nadenken met van beide kanten van het conflict. Dus we zijn begonnen in de Israëlisch-Palestijnse regio vooral. Hierin hebben we nu meerdere programma's lopen. Jaarprogramma's die vanuit beide kanten van het conflict jongeren bijeenbrengen. Die eigenlijk gaan nadenken over wat zij kunnen bijdragen aan hun eigen samenleving voor een meer duurzame vrede. Dit doen we nu 5 jaar. En vandaag ben ik hier bij de Hake Hex Festival, omdat het is voor ons is het een super manier om andere organisaties te ontmoeten die op eenzelfde level functioneren, op hetzelfde onderwerp, dezelfde thema's functioneren. En daarnaast geeft het eigenlijk voor mij meer een totaal nieuwe inkijk in hoe kan technologie en hoe hieraan ook kan bijbrengen aan het vredesproces en aan reconciliation tussen andere partijen. Het was vandaag een heel interessant gesprek met een jonge gozer die had het over VR en hoe VR kan bijdragen aan eigenlijk het creëren van empathie of compassie voor de ander in het conflictgebied. En hoe dat dialoog sessies kan starten. Ik vond het erg mooi en ik zit er heel erg aan te denken om dat ook inderdaad te gebruiken. Het zou een toffe manier zijn om te kunnen gebruiken voor beide groepen. Daarnaast valt me heel erg op, wat ik nu hier zie, is dat er heel veel jongeren ook aanwezig zijn. En de Youth Peace Initiative houdt zich niet alleen bezig in conflictgebieden, maar zit ook in Nederland. Waarin wij ook een meer outreach proberen te creëren naar de Nederlandse jeugd en de internationale studenten in Nederland. Wat kunnen zij nou bijdragen aan en hoe kan je als jong persoon nou actief bijdragen aan vredesprocessen of actief bijdragen aan humanitaire processen. Daarbij vind ik dit festival is een topvoorbeeld van als je jong bent, ga er naartoe, want je krijgt heel snel een idee van wat je echt kan bijdragen. En hoe jij eventueel ook het echt in eigen handen zou kunnen nemen via verschillende manieren en verschillende organisaties.